Hallo iedereen. Dit is een serie van studies die ik ga opnemen in het Nederlands. Het is de eerste keer dat ik zoiets ga doen. En dit gaat over het fundament van Gods Koninkrijk. Wat is de belangrijkste onderwerpen dat ik geloof elke wedergeboren mens, elke baby in geloof of zelfs misschien volwassenen ook in geloof, moet wel heel goed begrijpen voor we gaan groeien in Gods Koninkrijk en de wet van het Koninkrijk uitvoeren. Dus dit is die eerste les. En deze les gaat over het Koninkrijk van God. En dat is een hele belangrijke punt. Het is heel bizar, want heel bijzonder, sorry. Want als we kijken in het evangelie bijvoorbeeld, als we kijken wat is het dat Jezus heeft voor onderwijs gegeven, wat hij over had, was over het evangelie van de Koninkrijk van God. Het evangelie van de Koninkrijk werd heel vaak zo genoemd. En Jezus heeft meer dan 100 keer gesproken over het Koninkrijk in de evangelie. Dat komt meer dan 100 keer voor. En dan komt nog Paulus en die anderen. Dus het onderwerp van het koninkrijk is een hele belangrijke iets om te begrijpen. Jezus, toen hij begon te preken, en hij liep door de straten van Israël heen, van Capernaum en later ook in Jeruzalem, hij zei altijd, bekeer je, want de koninkrijk van God is dichterbij gekomen, is nabij. Of in Engels, is at hand, is bereikbaar, beschikbaar. Dus hier Jezus sprak heel veel over het koninkrijk. Als je leest de evangelie van Matthäus bijvoorbeeld. Je ziet daar dat Jezus heel vaak zei. Het koninkrijk van God is zoals. En dan komen de gelijkenissen. En hij sprak heel veel over het evangelie. En ook in Handelingen 1. Toen Jezus was weer opgestaan. En hij was met de discipelen voor 40 dagen. De discipelen vroegen aan Jezus ook over het koninkrijk. En ze vroegen aan Jezus hier. Wanneer gaat u de koninkrijk herstellen? Ik ben niet de juiste woording in het Nederlands. trouwens. Want ik lees de Bijbel niet in Nederlands. Dus probeer een beetje te begrijpen wat ik zeg. In jouw moedertaal natuurlijk, in Nederlands. Maar ze vroegen aan hem over de koninkrijk van God. En de Bijbel zegt dat hij sprak met hun 40 dagen over het koninkrijk van God. Dus deze onderwerp van de Koninkrijk van God is heel belangrijk en zelfs groter, in tenminste in één zin, groter dan de onderwerp van kerk. Dus het is een hele belangrijke iets en we moeten heel goed begrijpen wat gebeurt nu in de hand, waarom is de aarde zoals het is, de gebrokenheid, de verdriet, die onrechtigheid, tegelijkertijd. Hoe is het dan dat God regeert? Regeert God? Of niet? Hoezo is God koning? Of is hij nog niet? Of is Jezus de koning? Of hoe zit alles met elkaar? Dus dit is een hele belangrijke onderwerp. En ik hoop dat sorry. Dat door deze korte les ik kan dat snel en duidelijk uitleggen. Dus in eerste instantie, we moeten een beetje ons verplaatsen naar de tijden van Jezus, de tijden waarin de discipelen en Jezus leefden. Als je denkt over die tijden, voor mensen zoals hun, het idee van een koninkrijk was een hele gewone iets, zeg maar. Dat was wat gebeurde overal. Waren koningen overal, het was die enige manier bijna van regering. Of keizers of koningen. En een koning was een soort van dictateur. Een koning was een soort van persoon dat kon zeggen wat moest gebeuren. En zijn wens was de wet. Gecontroleerd door andere instanties soms. Maar ja, koning had bijna alle macht om te doen wat hij wou. En die mensen waren gewend aan dat. Israël was een koninkrijk. Rome was een koninkrijk. Republiek natuurlijk. Kunnen we daarover discussiëren. Maar mijn punt is, koningen waren toen heel normaal. Vandaag, tegenwoordig, we hebben geen koningen meer. Er bestaan wel wat koningen, maar ze regeren niet. Ze hebben geen macht over mensen. Als ik ga een auto kopen, een huis huren, ik denk niet over wat zou de koning van Nederland, wat zou Willem-Alexander erover denken?
Ik ben meer bezorgd met Mark Rutte en Hugo de Jonge dan met Willem-Alexander. Dus de tijden zijn veranderd, heel veel. En we begrijpen niet echt goed meer wat is een koninkrijk. Toch, we leven in Gods koninkrijk. En het is belangrijk om te begrijpen wie is onze koning en hoe verwacht hij dat wij moeten hem dienen en hoe werkt dat? Waar is zijn macht en kracht? Waar regeert hij volledig? Waar nog niet en waarom? Dus, als we denken over een koninkrijk, er zijn verschillende soorten en manieren en ideeën. Dus, Rome had de Senate, ik weet niet hoe noem je dat in Nederlands, een groep van mensen, dat kunnen de koning een beetje remmen. Of die volk zogenaamde representeren. Meestal koninkrijk hadden dat niet, dan was alleen de koning en waren verschillende manieren. Als je de Bijbel leest, was Babylonië, Mesopotamië, Canaan, alle soorten van koninkrijken en machten met verschillende manieren van regering. Maar in het algemeen, elke koninkrijk heeft drie dingen nodig. Denk het even over na. Wat is die belangrijkste element om een koninkrijk te hebben? Zonder wie persoon kan je geen koninkrijk hebben? Een koning. Koning is die eerste en de belangrijkste van elke koninkrijk. Zonder koning, er is geen koninkrijk. Maar een koning alleen is ook geen koning. Een koning heeft een volk nodig, onderdanen nodig. Onderdanen dat gaan zich onderdanen aan de koning. Dat gaan hem volgen en dienen. Dat gaan zijn oorlogen vechten en alles doen. En is ook een gebied waar de koning regeert. Elke koninkrijk heeft grenzen. En natuurlijk in die tijden van Jezus. De koningen moesten vaak op oorlog, wouden graag meer en meer en groter. Of hoge muren beschermen van buiten. Er was altijd conflict, altijd spanning. Want elke koning wou zijn koninkrijk uitbreiden. Dus die drie elementen vind je in alle koninkrijken: een koning, onderdanen en een gebied. In die onderdanen, je kan natuurlijk verschillende categorieën geven van leger, moeders, scholen of wat dan ook. Maar er was wel onderdanen, een koning en een gebied. Nou, als we denken over Gods koninkrijk, en we zien onze aarde, onze planeet, en je kijkt om je heen, wat vind je daar? Dus duidelijk, we kunnen zien dat God regeert niet over onze aarde. Toch? Wat gebeurt meestal in onze aarde is alleen maar zonde. En zonde brengt gebrokenheid en verdriet, ziekte, dood, onrechtigheid, vermoord, ongelukken. Dingen die eigenlijk niet kloppen. Dat we zouden zeggen, als God compleet macht had over onze aarde. Een goede, almachtige God zou dat deze soort dingen niet laten gebeuren. Toch gebeuren ze. Dus wat zegt de Bijbel over onze aarde? Wie regeert op de aarde? Laten we een stukje van de Bijbel lezen van Colossenzen 1, 12 tot en met 14. Hier zei Paulus: daarbij danken wij de Vader, die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij, en luister heel goed, hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. Dus hier zegt de Bijbel heel duidelijk dat de duisternis is niet alleen maar een conditie van ons hart, is niet alleen maar een plek of een situatie is een macht. En God heeft ons uit die macht getrokken. De macht van de duisternis. En overgezet, wat is het tegenovergestelde van de macht van de duisternis? Het koninkrijk van zijn zoon. De koninkrijk van Jezus. Belangrijke rol. We moeten een heel verschil goed maken. Dus we zien hier de element van de koninkrijk duidelijk genoemd als
toen iemand is nog niet een kind van God. Dat is iemand de wedergeboren is. En we gaan dit in andere lessen ook uitleggen. Wat is dat? Hoe ben je dan een kind van God? En wie is geen kind van God? Niet iedereen is kind van God. Wel een schepping, maar niet kind. Maar sinds het moment dat wij tot bekering kwamen en lieten ons dopen en ontvingen de Heilige Geest, we zijn getrokken van de macht van de duisternis. Dus we waren onder de macht, een grotere macht dan ons, de duisternis. Daar getrokken en geplaatst in de koninkrijk van zijn zoon. Dus duidelijk zien we hier, dat zijn twee machten, twee koninkrijken, twee entiteiten, dat hebben een conflict. Dat staan tegen elkaar aan. Twee verschillende koningen, twee verschillende onderdanen en twee verschillende gebieden dan. Dus we spreken over twee koninkrijken. Als we zien Johannes 14:30. Laten we dat lezen. Johannes 14:30 zegt dat de Bijbel, Jezus is hier aan het spreken en hij zei aan zijn discipelen: ik zal niet veel meer met u spreken, want de vorst van deze wereld komt en heeft geen macht over mij. Nou, interessant. En als je leest de context natuurlijk, is heel duidelijk, als je leest met je om deze tekst heen, is heel duidelijk dat Jezus had hierover Satan. Je moet nooit vergeten, en als je de Bijbel leest, kan nooit één vers alleen gebruiken om een absolute waarheid te representeren, want die vers is een stuk van een hele lange brief, of boek, of verhaal. In deze zin, ik gebruik alleen maar één vers, alleen want hij noemt deze punt over Satan, en hij noemt hem de vorst van deze wereld. Deze wereld, wat de gebrokenheid is, want de ziekte, de ellende. De vorst van deze gebroken wereld is Satan, maar Satan had en heeft geen macht. De macht van de duisternis was niet over Jezus. Jezus was sterker dan duisternis. Toch noemde Jezus Satan de vorst, de prins, de regeer, de heer, beheer, hoe zeg je dat? De baas van deze wereld. In Johannes 12:31. Laten we dat lezen. Zelfde idee, zelfde verhaal. Jezus zegt hier: nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken. Nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden. Nog een keer, Jezus spreekt over Satan als de vorst van de wereld. Dat geeft ons een gebied waarover Satan regeert. De wereld. Een koninkrijk, duisternis. Satan, de koning van de duisternis, dat regeert over deze wereld. Maar dat geen macht heeft over Jezus. Misschien andere tekst hier. Hier is een andere beschrijving over dezelfde persoon. Efesius 2:2. Zegt de Bijbel hier: waarin u voorheen gewandeld hebt. Hij spreekt hier over de zonden. Laten we beginnen op vers 1. Ook u heeft, Efesius 2, vers 1. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtreding en de zonden. Oké, we spreken hier over overtreding en de zonden. Waarin u voorheen gewandeld hebt. Verleden tijd. Overeenkomstig de leefwijze van deze wereld. Nog een keer. Het gebied waar Satan regeert, de wereld. En zegt hier Paulus dat de mensen dat liepen of wandelen in zonde, in overtredingen. Ze wandelen overeenkomstig de leefwijze, de levensstijl van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen, en wij waren van nature kinderen des torens, evenals de anderen.
Dus hier kreeg Satan weer een titel. De geest, de macht, die aanvoerder van de macht in de lucht. En dan spreekt over lucht, dat betekent onze atmosfeer. Tussen de grond en de wolken, of de ruimte, of hoe je dat wil zien. Maar deze plek waar wij wonen, waar wij kunnen ademen, waar wij kunnen bestaan. Hier regeert, in deze plek, in deze sfeer, in deze dimensie, Satan regeert. Die aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest, en dan spreek hier over een geestelijke macht, die nu werkzaam is in de kinderen van ongehoorzaamheid. En zegt dat wij, vers 3 zegt dat wij waren vroeger ook daarin. Maar datzelfde wat de eerste teksten we hebben gelezen, Colossenzen. Dat we zijn daarvan getrokken en overgeplaatst in de koninkrijk van Jezus. Dus duidelijk zegt Gods woord dat Satan regeert over deze aarde. Deze aarde, de plek waar al de mensen wonen, tweedimensioneel zeg maar, dat we staan op de grond waar we leven, en de lucht waar wij lopen en wandelen en doen onze zaken, daar is waar Satan regeert. En is een macht van duisternis dat staat tegen de koninkrijk van Jezus. Nog één tekst. 2 Korinten 4:4. 2 Korinten 4:4 zegt: van hen, de ongelovigen, geldt dat de God van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. Dus hier zegt Paulus dat Satan is de God van deze eeuw. De God van deze generatie. Natuurlijk, ik spreek over zijn generatie. We spreken niet alleen die moment van tijd, maar van deze periode in geschiedenis. Dat Satan is de God van deze tijd. Over die ongelovigen. En dat hij heeft hem verblind, zodat het evangelie van God, de beeld van God, de heerlijkheid van Christus, het evangelie, hen niet zou bestralen. Zodat ze kunnen dat niet zien, niet begrijpen. Dus we zien dat het is duidelijk in Gods woord. We hebben twee koninkrijken in conflict. Dat bij natuur iedereen heeft gewandeld in de koninkrijk van Satan, in de macht van Satan, de macht van duisternis, de macht van deze wereld, de regering voor deze wereld. Dat is gebaseerd op zonde en overtredingen, gebrokenheid, verdriet, ziekte en alles dat brengt. Satan regeerde erover. En wij woonden daar, wij leefden daar. Maar door Jezus, wij zijn, als het goed is, overgeplaatst naar de koninkrijk van Jezus. Zijn koninkrijk. Maar dus we wonen nu toch hier, in een plek waar Satan regeert. Terwijl we zijn geen deel meer, geen leden meer van zijn macht. Van de macht van de lucht. Van deze wereld. In Lucas 4 bijvoorbeeld, toen Jezus werd verleiden door Satan. We zien ook heel duidelijk dat Satan maakte een aanbod aan Jezus. Hè? De laatste keer. Hij zei tegen hem om te kijken naar al de koninkrijken van de aarde. Al de koninkrijken van de aarde. En de duivel zei tegen Jezus dat hij kon deze koninkrijken aan hem geven. Want ze waren aan hem gegeven en dat hij kan hun geven aan wie hij wil. Dat zei Satan. En Jezus ontkende niet wat Satan zei. Hij zei niet dat dat een leugen was. Hij kon dat zeggen, maar die andere twee keer dat Satan zei tegen Jezus, doe dit, doe dat, doe dat. Jezus ging tegen hem en zegt, nee, dat is niet waar. Je misbruikt Gods woord. Want Gods woord zegt ook dit. Je pakt het uit van de context. Maar hier, Jezus ontkende niet wat Satan zei. Dus
Satan heeft al de koninkrijken. Stel je dat voor, hè? Al de politiek, al de machten, de republieken, al de landen, al de organisaties, de UN, United Nations, of wat voor macht en kracht van de wereld is aan Satan gegeven. Wie heeft dat gegeven aan Satan? Niet God. Wij hebben dat gedaan. En hij kan dat geven aan wie hij wil. Dus hij regeert. Is duidelijk, ook door de gebrokenheid en de zonden die we zien om ons heen, dat Satan regeert. En dat die ongelovigen, de zondaars, zijn onderdanig. En de gebied is de aarde. Dus waar is dan Gods koninkrijk? Waar kunnen wij Gods koninkrijk vinden dan? Waar regeert Jezus over? laten we dat zien. In Gods woord. Even nog. Kijken naar mijn notities. Ja. Dus om een beetje een beeld te geven van hoe kan dat? Hoe kan dat God regeert boven Satan, toch hij laat al deze ellende gebeuren? Nou, hier in Nederland bestaat politie, toch? Bestaat politie, de leger, justitie, de hele rechters, advocaten, bestaat. Een wet, een grondwet, iedereen heeft rechten. Toch gebeurt onrechtigheid. Toch gebeuren misdaden. Toch? Nou, kunnen we zeggen dat, want er is misdaad, er is criminaliteit, en er is corruptie en onrechtigheid. Kunnen we zeggen dan dat de regering van Nederland niet bestaat? Dat er is geen overheid. Nee. Maar wat gebeurt dan? Wat gebeurt met al de criminaliteit? Wat gebeurt met die... Er is natuurlijk altijd een hele kleine stuk van de maatschappij. Dat doet heel veel pijn en heel veel, dat oorzaakt heel veel verdriet. Maar wat gebeurt, wat doet de regering met deze club mensen? Wat de overheid doet, is proberen die mensen te veranderen. Zodat ze kunnen wel functioneel leden van de maatschappij worden. Productief, normaal. Ze werken en ze respecteren andere mensen en hun eigendom. En als dat niet lukt, ze worden bestraft. Ze gaan naar de rechter toe, ze krijgen gevangenis of wat dan ook. Uiteindelijk, het doel is natuurlijk dat gaat verdwijnen. Dat gaat stoppen. Het is een gelijkenis. Het is niet op zich een perfecte voorbeeld. Maar dat gebeurt ook met Gods koninkrijk. God heeft voor de schepping van mensen heel veel dingen gedaan. God bestaat buiten tijd, buiten ruimte, materie. God bestaat over alles. Hij heeft alles geschapen. Dus wij zijn niet de eerste die dat God heeft gedaan. God bestaat voor altijd. Hij is eeuwig. Dus de Bijbel spreekt over de engelen. Verschillende soorten engelen. En de Bijbel spreekt over twee rebellieën. Die engelen gingen tegen God. Een van die engelen dat kwam naar de aarde. En ze kregen kinderen met vrouwen. En kwamen vandaar die grote helden van vroeger. Zegt, ik denk Genesis 6. Satan, toen Satan ook in rebellie tegen God ging. En de derde van die engelen gingen met hem mee. Tegen God. Ze werden oordeel en weggestuurd van de hemel. Dus we zien dat er zijn dingen gebeurd. Al in precies welke momenten weten we dat niet. Maar we zien dat Satan was al in de hof van Eden toen Adam en Eva daar waren. Dat is dezelfde tijd is gebeurd of zo. Maar mijn punt is dat er is meer gebeurd dan wat wij geschreven hebben op de Bijbel. We kunnen dat gewoon zien. Maar het is niet ons probleem om uit te vinden wat precies is gebeurd. Dus God regeert over heel veel meer dingen dan de aarde. En ik spreek niet, dat zijn meer planeten ofzo, of aliens ofzo. ik bemoei me niet mee, maar er is heel veel meer dan alleen de mensen. Andere soort schepen van God, hoe noem je dat in Nederlands? Zelfs van die engelen zijn verschillende soorten wezens. Als je leest op een baring,
aan andere boeken van het Oude Testament, andere visioenen dat profeten hebben gekregen. En je ziet dat er zijn heel veel soort wezen. Je ziet Daniel, Ezekiel en zover. Je ziet andere. Er is heel veel meer dan wat wij zien en begrijpen. Dus als je stelt dat God regeert over een hele grote iets. En een van zijn scheppingen, ons, is in rebellie tegen hem gegaan. Engelen ook op hun moment en ze werden veroordeeld op de juiste manier. Maar de mensen gingen ook in rebellie tegen God. En wij werden gewoon corrupt van ons hart. En we hebben aan Satan de aarde gegeven. Satan regeert nu over die aarde. Als we hebben net overlegd. Dus God heeft in zijn koninkrijk één gebied dat staat in rebellie tegen hem. We weten niet precies hoe de rebellie van Satan was. En wat voor wetten er werden gebroken. En wat voor oordeel er was uitgevoerd. Maar we weten wel van ons. Dus God had, als de mensen werden corrupt, trots en zondaren en vertreders. God heeft alle recht. Eigenlijk is verplicht, want hij is heilig. Van zichzelf, van zijn eigen wet. Om alle zonden te bestraffen. En om mensen gewoon weg te doen, af te maken. Want iedereen is zondig. Er is geen één dat rechtvaardig is. En dat gebeurde met Noach, in de tijden van Noach. Iedereen werd doodgemaakt. Er was niks meer, alleen Noach en zijn familie. En God beloofde dat hij zou nooit weer met water mensen veroordelen. Dus er is een tijd nu dat God aan het wachten is, want hij wil ons niet naar de hel sturen. De hel was niet geschapen voor ons, dat was gemaakt voor Satan. Maar dat wij in rebellie tegen God gaan en we volgen de wegen van de vijand van God, als Satan wil bestraft, dan de mensen die hem volgen, worden ook bestraft. Maar God wil dat niet voor ons. God wil ons met hem hebben. God wil dat wij bij hem blijven. Maar heel veel mensen zijn verleiden en ja, gewoon verleiden door Satan. En ze zijn onderweg naar de bestemming van Satan. Dus God probeert ons terug te krijgen naar hem toe. Maar hij is oprecht. Dus hij kan ons niet zomaar vergeven. Daarom werd Jezus gestuurd. Zodat hij kon de prijs betalen. Zodat onze vergeving is niet onrecht. Maar rechtvaardig. Het is juist. Zie hoe belangrijk is voor God. Als een heilige God. Een rechtvaardige rechter. Om zijn eigen wet te volgen. Dus we hebben deze koninkrijk waar de mensen zijn corrupt geworden. Die aarde is besmet. Die aarde is corrupt. Die aarde is kapot gemaakt. Satan heeft de regering over deze aarde. Maar boven hem en boven die aarde regeert toch nog God. En God heeft al een oordeel besproken. Als je leest in de Bijbel, we weten heel duidelijk dat Jezus komt terug. En dat Jezus gaat terugkomen om te regeren over die aarde. Met rechtvaardigheid en justitie. En op de juiste manier. En een rechter en een koning, dat is goed. Dat gaat niet toelaten dat mensen doodgaan, dat mensen ziek gaan worden. Dat onrechtigheid gaat gebeuren. Gaat regeren. Hij gaat regeren met rechtvaardigheid, met justitie, met liefde. Dus die tijd komt. Maar tot die tijd komt, God in deze tijd, tussen de kruising en de opstanding van Jezus en de terugkomst van Jezus, God roept mensen om naar hem toe te keren. Want als hij komt terug, hij moet straffen de mensen die hem niet volgen en hij wil dat niet doen. Hij wil de kans geven, zodat zoveel mensen mogelijk kunnen zich omkeren en naar hem toe gaan. Dus er is een interessante tekst daarover in 2 Petrus 3:9. 2 Petrus 3:9. En zegt hier: de Heere vertraagt de belofte niet. De belofte van zijn terugkomst. Zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons. En wil niet dat enigen verloren gaan. Maar dat allen tot bekering komen.
Maar de dag van de Here zal komen, als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen branden vergaan. En de aarde en werken daarop zullen verbranden. Dat is het moment natuurlijk dat al deze corrupte schepping wordt weggegooid, vernietigd. En komt een nieuwe, perfecte schepping. Waar wij, dat worden geperfectioneerd en gerechtvaardigd, gaan mogen leven. Ik kan daar niet begrijpen in mijn hoofd. Hoe zou dat zijn? Een leven zonder verdriet, zonder angst, zonder schuld. Een volledig vertrouwen op elkaar en op ons God. Een leven waar wij kunnen gewoon genieten van zijn licht. En durven hem te kijken en durven bij hem te staan. Net zoals Adam liep met God door de hof elke dag heen. Dat is nu niet te bevatten, niet te begrijpen. Maar dit is zodat jullie kunnen begrijpen. Hoe is het dan dat deze wereld gebroken is? Het is gebroken door onze zonde en door de regering van Satan. En God regeert boven dat, maar geeft tijd voor hij gaat echt gewoon, pam, oordeling en een definitieve eind maken aan deze vreselijke tijden. Stel je voor dat een wijk ergens in Rotterdam werd overgenomen door terroristen van andere culturen. En onderwerpen ze zich niet meer aan de wet van Nederland. En ze beginnen hun eigen zin te doen. En weet ik veel, de islamitische wet of wat dan ook. En ze onderwerpen niet meer aan de regering. Ze laten de vrouwen, weet ik veel, niet vrij. Of weet ik veel. Ze gebroken gewoon de wet van Nederland. Ze doen hun eigen zin. Nederland gaat niet gewoon direct een bom gooien waar iedereen doodgaat. En ook de vrouwen en de kinderen. Ze gaan proberen eerst met een diplomatische manier te spreken, de dingen te veranderen. En als dat niet lukt, dan moeten ze wel met de leger en gewoon met macht de controle terugnemen. Dus dat is wat gaat gebeuren. Maar God is een God dat houdt niet om van boos te worden en wil mensen vergeven. Satan heeft deze tijd gekregen tussen zijn oordeel. En zijn execution, hoe noem je dat? Het moment waar die oordeel wordt wel echt uitgevoerd. Hij is hier en wij hebben aan hem de macht gegeven om te doen wat hij doet. Toch, God regeert daarboven en God heeft zijn koninkrijk hier terug ingespoten. Want nu, hier op aarde, staan wij, de mensen, dat God dat in God vertrouwen en geloven en de God dienen. De onderdanen van de koning. Wij zijn hier. Wij zijn hier in deze gebied. We werden geboren en opgevoed in duisternis. En toen het moment kwam dat wij begrepen het evangelie. We hebben de keuze gemaakt om Jezus te volgen. Door zijn Heilige Geest komt de overtuiging van zonde. En we zijn bij ons bekeerd. We lieten ons dopen in de naam van Jezus. En we horen nu bij hem. Dat Bijbel kort noemt dat een wedergeboorte. We gingen dood aan de duisternis en we werden geboren in deze koninkrijk. Dus nu zijn we hier onderdanen van God. In een gebied dat in rebellie tegen God is, toch God regeert. Als God wil, hij komt vanavond en maakt alles af. Hij kan het doen, heeft het recht om dat te doen, heeft de macht om dat te doen. En toch is hij rechtvaardig en goed en liefdevol. Dus God regeert zeker boven Satan, zeker boven ons. Dus we zijn in een rebels gebied. Waarin Gods geduld de straffen, die ultieme oordeel, wordt nog niet uitgevoerd, zodat die mensen dat God zo graag wil dat ze aan hem terugkeren, krijgen een kans om zich te bekeren en terug naar God te gaan. En als de geduld van God voorbij is, dan zou Jezus terugkomen met macht en kracht en die aarde overnemen en een nieuwe leven gaat beginnen. En later komt een moment waar alles wordt vernietigd en we zouden wonen in een nieuwe schepping. Dus dit alleen zodat je kan een beetje begrijpen waarom is er gebroken en waarom moeten wij wedergeboren worden. Maar waarom moeten wij doodgaan in de duisternis en in de koninkrijk van God komen? In deze leven, zei Jezus, en dat beloofde hij heel duidelijk, we kunnen wel verwachten verdriet, vervolging. En we moeten dagelijks onze kruis dragen. Dat zei hij heel duidelijk. Hij beloofde geen mooi leven met gezondheid en geld. Hij beloofde het nergens.
Maar na deze leven komt onze beloning, wat we krijgen aan onze kronen, aan onze schat, dat ligt in de hemel, is aan ons gegeven. Niet voor in het eind zegt de Bijbel dat gewoon Gods aanwezigheid is zoveel meer dan aan al de kronen en de schat. En we gaan alles weggooien als we zien het lam van God dat in beeld komt. En we willen gewoon bij hem blijven. Dat is meer dan alles. Maar mijn punt is, deze leven is tijdelijk. En er is ellende, er is Satan regeert, Satan vervolgt de kinderen van God. We staan zoals spionnen in zijn in vijandgebied. En wij roepen de terroristen van deze aarde om zich om te keren en terug te gaan naar God. Dus ik hoop dat deze kleine boodschap duidelijk is geweest. En dat heb je niet alleen een begrip van wat aan de hand is, maar ook hoop en verwachting voor de terugkomst van Jezus. Dus als je bent nog niet bekeerd, als je leeft nog in zonde, denk er goed over na. En kijk de volgende video's waar ik ga uitleggen van als jij geen kind van God bent, als je God niet dient, hoe kan dat veranderen? Want natuurlijk, om te veranderen wie we zijn, is eigenlijk onmogelijk. We kunnen een betere versie van ons worden, maar dat is niet God. Dat kunnen wij doen zonder God. Maar wat God wil is een verandering van binnen doen, waardoor onze buitenkant ook verandert. Als onze hart anders is, we gaan ons ook anders gedragen, een ander mens worden. En de leven van Jezus komt door ons heen. Maar dat komt in de volgende les. Deze les was alleen over Gods Koninkrijk. Ik hoop dat dit is jou geholpen en dat jij gaat de volgende les dan opvolgen.